Nou, dan zal ik er nog een verhaaltje bij gaan vertellen. Zo, dames en heren. Ook vanuit het stuurhuis mag ik u allemaal hartelijk welkom heten. Ook namens de bemanning aan boord van de Olympia. We gaan vandaag met u een bijzonder mooie route maken. De route die we vandaag varen, die omschrijven wij wel eens als de Intercity van de Gouden Eeuw. En dat heeft alles te maken met het 350-jarig bestaan van de trekvaart, van de Haarlemmer trekvaart moet ik zeggen. Het is namelijk 355 jaar geleden inmiddels dat dat kanaaltje werd gegraven. Er was veel handel tussen de steden Leiden en Haarlem. En dat gebeurde tot die tijd eigenlijk altijd met paard en wagen of met wat grotere schepen over het Haarlemmermeer. Maar dat was een hachelijke onderneming, want daar verging nogal eens een schip. Het Haarlemmermeer was 6 meter diep, dus het kon daar behoorlijk spoken. Dus er werd gezocht naar een andere manier van vervoer. En die hebben ze toen gevonden in het maken van een trekvaart. Dat is een kanaaltje wat helemaal tussen Haarlem en Leiden gegraven werd. Ze zijn daaraan begonnen en binnen een half jaar tijd voerden de eerste trekschuiten al heen en weer. Dus het was op zich al een prestatie. Ligt aan de andere kant van Marmel ligt dus een trekvaart. En wij varen aan deze kant langs. En dat blijft eigenlijk de hele reis zo. Straks Sassenheim, Lisse. Dus aan de andere kant van Lisse ligt de trekvaart. En wij varen dan door de ringvaart van de Haarlem en Meerpolder. Daar vragen wij altijd aan de havenmeester van Haarlem toestemming om een mooi plekje in de stad. Gisteren hebben we het reuze getroffen, eigenlijk precies in het centrum. Dus we gaan vragen of de havenmeester daar weer een plekje voor ons heeft. En dan krijgt u de tijd om wat te passagieren. We maken dan even bekend hoe laat we weer teruggaan. En dan volgt uiteraard het diner. Nou, dat is in grote lijnen de route die we vanmiddag met u gaan varen. Ik wens u alvast een hele fijne vaart. En tot straks. Ik dank u wel. Wat de vlaggenmast moet er even uit, hè? Yes? Yo. Even bukken. Men noemde het meer in die tijd zelfs de waterwolf. En toen hebben ze dus besloten om het meer maar droog te pompen. Er is een ringdijk gebouwd, helemaal om het Haarlemmermeer heen. En die ringdijk is in het midden van de dijk precies 60 kilometer lang. Maar toen die dijk klaar was, toen had dokter ingenieur Leegwater een plan gemaakt om met windmolens, met 80 windmolens, dat water uit die polder te pompen. Maar hij werd daar eigenlijk niet serieus meegenomen, want in die tijd deed je net het stoomtijdperk haar intreden. En ze hebben toen besloten om 3 grote stoomgemalen te bouwen, die dus ook zonder wind verder konden met pompen. Ik
ik heb ook niet zo aan die groene Over deze brug die loopt aan de linkerkant, dus een linea recta door in de richting van de keukenhof. Nou, die hebben een mooi pech die daar aankomen. Ja, die zit dan nog te ver weg. Ja, dan laten we wel weer zakken. En dan loopt hij hier zo over de ringvaart heen richting Hillegom. Deze brug die wordt vanaf een afstand bediend. De brugwachter van de Krukiersbrug rijdt voor ons, die bedient deze brug dus ook. En dat gaat dan met camera's en monitoren. En de brugwachter wacht nu heel even tot dat vrachtschip wat lag te lossen omgedraaid is en achter ons aankomt. Dan hoeft hij maar één keer open en dan heeft het verkeer dus wat minder last van ons. Maar dat ging met dat led, ging dat niet? Daar hebben ze toch wat op gevonden. Het schijnt wel duur te zijn, maar het kan wel. Okay. Deze opent hier op afstand? Ja, vanaf de Krukjes. Oké. Ja, mooi hè? Ja, prachtig. Ik zie hem wel een keer verschijnen. Geworden dit gemaal. Het is een heel bijzondere manier van pompen. Er steken 8 armen uit een torentje en die worden van binnen dus aangedreven door een excentriek. En als die dus in bedrijf is, dan zie je aan de buitenkant die armen op en neer bewegen. En aan de buitenkant worden daar dus 8 kattenkoppompen mee aangedreven. Nou, dit is een Schotse machine die erin staat. Krukiers stoomgemaal. Hier aan stuurboordzijde staat dus het gemaal de Krukiers.
Ja, dus die. Dat is een draaibrug. Het is voor zo'n groot schip als wat voor ons vaart een soort van kunst om daar doorheen te worstelen zonder de kant te raken. Maar die draaibrug die hebben ze een paar jaar geleden hier helemaal vandaan gehaald met een grote mobiele kraan op een ponton gehezen. En daarna is die naar Sliedrecht verscheept en daar hebben ze hem helemaal gezandstraald. Alle klinknagels zijn weer opgeknapt, hij is opnieuw gekeuld. Ondertussen hebben ze hier in Haarlem toen het draaiwerk gereviseerd en ook het remmingwerk weer opnieuw ingeslagen. En de brug is inmiddels dus weer terug en ziet er weer uit als een nieuwe. Kan er weer 100 jaar tegen. Goed. Het is weer gelukt. De havenmeester heeft weer een heel mooi plekje voor ons gevonden. We gaan het schip even omdraaien en dan meren we hier af bij het bruggetje 5. En dat wil zeggen dat, als u onthoudt dat we schuin tegenover het Tijlers Museum liggen, dat u het schip straks altijd weer terug kunt vinden. Dat Tijlers Museum, dat kent iedereen in de stad en het staat zelfs ook aangegeven.
nergens een haakhoek in. Pakt, hè? Een soort sporen van allemaal putjes in het zand. Daar hebben ze namelijk een slang overheen gelegd. En die slang, daar zitten allemaal gaatjes in. Daar wordt dan zoetwater uitgesproeid. En dan onderin het schip zitten weer draineringsbuizen waar het water er weer uitgepompt wordt. En op die manier spoelen ze dat zand dus vrij van zout. Het moet dus ontzeild zijn voordat het straks bij de aannemer aankomt. Nou, onder het varen zal maar zeker een klein beetje omhoog. We zien aan de zijkant van het schip net boven water zo'n wit streepje staan. Dat is dus de eik, zo noemen ze dat. Tot die streep mag het schip geladen worden. Maar deze die gaat door langs de stad Leiden en daar zit daar verderop een drempel. Die is maar net 2 meter, een betonnen drempel in het vaarwater. Dus er moet nog wat water uitgepompt worden voordat hij over de drempel heen kan. Ja, maar die heeft nog een vriend. Hij wil even verder. Ja, maar dat kijk, hier boven op die paal aan de linkerkant staat een hele grote nijlgans. Dat is te herkennen aan die donkere zonnebril die ze op hebben en die omhoog grote poten. De nijlgans. Niks zo. Op de muur dan. Nou, de bocht op. Dan gaan we even weg. En als van de zomer dus die sluis gereed is, dan komt in dezelfde week wordt dat, of in dezelfde maand wordt dat jacht hier opgeleverd. En dan kan hij met een tolerantie van 10 centimeter aan beide kanten de sluis passeren. En dat is aan de linkerkant nu het kerkje van Kaagdorp. En we kijken nu dus links zo het straatje in. Dus er loopt eigenlijk maar één hoofdstraat door Kaagdorp. En dat is dus de straat waar grotendeels de serie van Zwiebertje vroeger is opgenomen. Thank you.
Dus lid zijn van de Unie van Watertoerisme en dan mag je hier dat eiland afmeren. En dat zijn over het algemeen allemaal leden die bijzonder op hun rust gesteld zijn. Dus je ziet hier zelden een transistorradio. Allemaal stilte. Rechts ons over de weilanden heen zien we nu het Oerhollandse dorpje Oud-Aden. Kerkdorpje van Oud-Aden. Op een gegeven ogenblik zakte de bodem dus zelfs onder het waterniveau. En vanaf die tijd moesten er dus dijkjes omheen gelegd worden. En dat proces dat is still going, dat zakt nog steeds. Het is weliswaar maar met centimeters tegelijk, maar om de jaar of 5 à 10 moeten de dijkjes worden opgehoogd. Want spreken, er wordt dan een kruikje kaagwater uit die boom geknipt. Dat hangt dan in een lintje in die boom, dat is een jenevensoort. En dan worden een paar borrels geschonken en dan wordt officieel het watersportseizoen voor de komende zomer weer geopend. Tussen het riet, ja, het is bijna niet meer te zien, maar daar ligt nog een oude vijzel van de molen. Nou, deze molen is dus groen van boven, het betreft hier dus een protestante molenaar. Vaste vriendinnen was ze daar, die kan lekker even alleen laten.